Dan naar Groesbeek. De treffers thuis tegen Excelsior. Maar Sluis, thuisploeg, heeft nog wat punten nodig. Dus een slordige terugspeelbal die door iedereen wordt gemist. Behalve door Van Ooyen. En dit is een cadeautje uitgepakt door Dien van Ooyen. En Excelsior maar Sluis is op een 1-0 voorsprong. Chaos dus in de verdediging bij de treffers. Dit is Verstegen. Verstegen en Van Leeuwen met een goede reactie. Voorkomt dus de gelijkmaker. De treffers heeft de punten hard nodig. Wil het niet in de play-offs terechtkomen. Dan opnieuw een voorzet van de treffers en Verstegen bij de eerste paal. Maar ja, het is wel een poging, maar geen doelpunt. En zo worstelt de ploeg van Jansen met Excelsior Maassluis. Dat een lastige ploeg is om tegen te spelen. Van Ooyen onderuit getrokken door Jansen. De gele kaart en dus de vrije trap voor Excelsior Maassluis. Dit is Jeroen Rijsdijk. Geslaagd voor diploma coach betaald voetbal. En met wat geluk komt de bal bij Reder. Het is geen buitenspel. En het is 0-2. Zijn tweede van het seizoen. De 32-jarige aanvoerder van Excelsior Maassluis. En zo lijkt dus Excelsior Maassluis in de laatste uitwedstrijd van het seizoen 3 belangrijke punten te pakken. Dus Van den Berg. En zo probeert Excelsior Maassluis eruit te komen. Maar de druk is er van de treffers. Van de Beek. Van de Beek. Ja, ze hebben ook pech, hè. Het is allemaal net niet bij de treffers. We zitten inmiddels in blessuretijd. En dus gaan de treffers een belangrijke nederlaag leiden in de strijd om de play-offs te ontlopen. Het is een voorzet die ook weer door alles en iedereen wordt gemist. Maar de nastoot is voor Jansen. Maar deze aansluitingstreffer komt te laat. De treffers verliest thuis van Excelsior Maassluis en is nog niet veilig.